Kunst is voor mij toch een manier van uitbeelden die overstijgt de esthetiek. Het gaat niet meer langer alleen over de buitenkant. Zijn de verhoudingen goed? Het is niet meer de techniek die de bovenhand heeft. Het gaat juist om de thematiek in mijn beleving. Ideeën, gedachten, schetsen, leg ik allemaal vast in deze soort dagboeken. Ja, hier heb ik zelfs, zie ik hier, dat is wel leuk om te zien, jaren geleden mijn formule als een soort wiskundige analyse gemaakt. En ik heb toen het leven teruggebracht tot de essentie. En dat is voor mij liefde plus lijden is leven. En zo gaat dat door. Mijn ervaring inderdaad, als 14-jarige wordt die ook beschreven van de Pieta. Die liefde en de troost, maar ook het geestelijk lijden wat ik wil visualiseren. Dat is ook wel iets wat iedere keer terugkomt, dat ik series maak, maar ieder is een unica. Omdat ik door de jaren heen heb ervaren hoe verschillend we ook allemaal zijn, dat de essentie van liefde en lijden eigenlijk bij iedereen hetzelfde is. Dus de Davids worden allemaal ingevormd in dezelfde mal. Maar de manier van invormen is verschillend. De ene keer doe ik het heel nauwkeurig en de andere keer doe ik het heel nonchalant. Dus voor mij is het ook een verrassing hoe die uit de mal komt. En afhankelijk daarvan geef ik het beeld, in dit geval de David, een identiteit. Ook met de mal, zoals je ziet, ga ik niet heel zorgvuldig om. Ook hier zijn barsten tijdens het werk ontstaan en die laat ik erin zitten. Voor mij is eigenlijk mijn omgeving en met name ook de krant vaak uitgangspunt voor mijn thema. Bijvoorbeeld met de Pieta heb ik de hedendaagse Pieta's eigenlijk verzameld. Daar ga ik dan ook mee aan de slag, zowel in mijn atelier met klei of brons of was, maar ook in het grafisch atelier, het tweedimensionale. Dus het versterkt elkaar. Heb ik hier een verzameling met het thema kinderen. Je ziet hier een hedendaagse Pieta. Dit spreekt ook voor zich. Het is natuurlijk allemaal zeer traumatische momenten voor kinderen. Waardoor zij ook gevormd worden. Deze foto vind ik erg mooi. Het is esthetisch een prachtig beeld. Een mooi meisje. Een mooie jurk. Maar op hetzelfde moment zie je hier die sigaret. En haar houding en haar blik. En ze staat alsof ze al een leven achter de rug heeft. Dus geen kind meer.
aandacht en de liefde die ouders en kinderen geven. Dat vind ik eigenlijk toch de essentie, een beginnend leven. En ik doe dat met mijn beelden en ik doe dat dus af en toe helemaal niet. En dan laat ik letterlijk zien wat mensen in feite doen in hun leven. Zij maken het kind en zij kunnen het kind ook breken. En daarom vind ik de klei des te mooier, want die kun je ook echt breken. En je kunt het ook maken, je kunt het naar je hand zetten. Het is eigenlijk een hele basale manier van werken, waar ik de grenzen op ga zoeken, waar de klei of de keramiek gaat openscheuren. Juist die beperking die in die klei zit door misschien te snel te krimpen, te snel te drogen, door niet zorgvuldig met het materiaal om te gaan, geeft het mij de mogelijkheid om de kracht van het beeld te versterken, waardoor het de emotie krijgt. De kwetsbaarheid versterkt van het beeld. Ik behandel ze bijna als levende kinderen die ondersteund moeten worden. En dat is de essentie waar ik mee bezig ben. Waarom die Pieta eigenlijk ook zoveel indruk op me maakte destijds, was omdat ik als jong kind heb meegemaakt dat mijn lievelingsoom een psychose kreeg. Dat heeft mij wel gevormd. Ja, je ziet hier ook dat ik niet tegen de rand ga, maar dat ik over de rand heen ga, want hier komt eigenlijk het voorhoofd. In een later stadium ga ik kijken, laat ik dat zitten. Vind ik dat een meerwaarde voor de uitdrukking van het beeld? Tot hoever ga ik het verfijnen? Ga ik het perfectioneren, de vorm? Of laat ik het ontstaan? Laat ik toe wat tijdens het proces dus ontstaan is? Mensen meezien die zeggen, die zijn makkelijk. Echt een keer mist. De vingers, waar de mal eigenlijk niet goed aangesloten is, geeft juist die openheid die ik voorlopig wil behouden.
Ik wil mensen niet een spiegel voorhouden. Ik wil ze triggeren hun eigen verhaal laten maken. Ik voel mezelf ook toeschouwer, onderzoeker. Ik blijf zoeken naar vorm en betekenis. Ja, wanneer ben je klaar?